De diamantplein van Leiden. Het diamantplein van Leiden. Weet ik hoe je dat noemt. Maar het is hier wel gezellig. Allemaal leuke mensen. Ze zitten allemaal te praten en te vragen en te kijken. Ik ben benieuwd waar het allemaal over gaat vandaag. Nou, u hebt vast wel wat te vertellen. Jazeker. Ik ben er zwaar op tegen dat die Benny L. hier in Leiden woont. Het is wel een heel verhaal, hè, allemaal. Hè? Ja, nou, ik vind gewoon... Ik heb gisteren dat programma gekeken van Arena. Arena is een nieuw programma, ja. S'avonds, ja. Nou, die man, dat was een mannetje. Daar had ik de beste debaten gevonden. Die was zelf slachtoffer. Ook misbruikt. Ook misbruikt. En die man die lag het precies helemaal uit. Maar die ene vrouw, kijk, het leek wel of ze de lotto had gewonnen. Dat 53% ja had gezegd. Dus dat een pedofiel bij jou in de straat mag wonen. Nou, dat geloof ik geen klote van dat dat zo is. Dan moeten ze dat in Leiden doen. Dan had er geen 53% geweest. Hey, had er geen 53%, had het anders geweest. En die vrouw die stond, yes, dat ze gewonnen had. Lijkt godverdorie wel of ze de 100.000 had gewonnen. Is die burgemeester nog wel houdbaar? Ik vind Lenvink echt een goede burgemeester. Ik weet niet of het nou van de PvdA is, maar daar ben PvdA ik... geloof ik. Nou, daar ben ik, ik ben een zwaar tegenstander van de PvdA. Gewoon, dat is gewoon zo. Dan mag ik de SP nog liever. Als ik ga stemmen, stem ik Labour Leiden. Dat doe ik dan wel. Dansloos. Dansloos, daar stem ik dan op. Die ken ik ook. Dat is een hele fijne vent. Is dat gewoon, en de hoop, ik denk dat een hoop leiders die ik allemaal gesproken heb, de meesten doen dat ook. Want toevallig was er van de week ook, er kwam een mens aan de deur van de PvdA. En ik had een Marokkaan bij me, toevallig. En die zegt, ik stem nooit geen PvdA. Dat is toch wel een... Ja, het is een teken aan de wand, hè? Dat is toch wel een teken aan de wand. En met de grote verkiezingen denk ik dat PVV stemt. En dat mogen ze rustig allemaal weten. Ja, waarom niet? En de kameraad weet het ook, daar staat een Marokkaan. En die zegt, Ted, dat is jouw mening, jij mag doen wat je wil. Het is gewoon een democratisch land, ik mag stemmen waarop ik wil. En zo is het. Ik ben helemaal chase. Ik ben blij dat je het even met ons wilt delen. Ja, we staan hier bij de vishandel en die staat hier al een tijdje. Dus je zal vast wel wat leuks hebben meegemaakt deze week. Nou, het staat hier al 40 jaar. Dus we maken elke dag is gewoon een lachend geval. Dan maak je dit mee, dan maak je dat mee. Maar, je bedoelt toch niet je zoon, hè? Dat lachende geval, hè? Nee, mijn zoon die is van hetzelfde hout als ik. Ja, kom er even bij, want anders weten de kijkers niet wie... Ik heb alleen nog niet de buik, van die, iedereen ziet. Maar ja, na 40 jaar krijg je zo'n buik natuurlijk. Ja, maar dat is niet van het eten, hoor. Ik gebruik ook andere dingen. Mijn eigen naam. Ik heet dus Kees Hartenveld. Ja, en mijn eigen naam gebruik ik s'avonds 2 voor het eten en 1 voor het slapen. En dat is een borreltje. En daarom krijg je wel een klein buikje natuurlijk. Hè. Het is heel goed voor de bloedsomloop. Ja, denk erom. En veel vis eten, dat heb je en dat wil je niet weten. Dan heb je een meisje in bed leggen, die legt te kwijlen de hele nacht. Laat mijn moeder maar niet horen, want dan slaap je weer op de bank. Wat zei je? En dan slaap je op de bank de eerste 4 weken. Ja, zo, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is ook wel lekker, hoor. Dan ben ik s'ochtends om 6 uur al weg naar de afslag in Scheveningen natuurlijk. Ja, dan ben je hier de grote mot, maar thuis hebben we niks te vertellen. Hè? Kijk, en dat mogen we dan graag horen. Dan zetten we eens een vrolijke mens uit Leiden. En daar houden we van, ja toch? Hey jongens, hartstikke bedankt dat we hier even mochten even interviewen. En onder het genot van een heerlijk muziekje, ja, hebben we weer iemand gevonden. En die wil even wat vertellen. Hij woont hier al heel lang, maar Marokko is heel erg mooi. 1978. 1978 hier in Nederland? Ja, in Nederland. In Leiden? In Leiden, Hazerswoude, Ruindijk, Zutterwoude, in Leiden. In Leiden. En verlang je wel eens terug naar Marokko? Sorry? Verlang je wel eens terug naar Marokko? Ja, als ik naar Marokko, voel ik gewoon vreemd, omdat ik woon hier 35 jaar. En dus, maar als vakantieland, ga je wel op, als je gaat, ga je op vakantie, zeg maar? Ja, ik ben nu 5 jaar niet meer geweest. 5 jaar niet meer geweest? Nee. Met crisis, hè? Ja, inderdaad. En dan, maar dan als je een keer weer kent, dan is het alweer heerlijk, ja, om te gaan. Leuk met kinderen, maar mijn kinderen gaan wel naar opa eigenlijk. Ja, maar je zit hier al heel lang, zeg maar, hè? Ja. Heb je daar nog familie? In Marokko? Ja, ja, Marokko. Ik heb een zus die er getrouwd is, ja. Ik heb kinderen. Klopt. En hoe hebben jullie contact? Via Skype en zo? Nee, alleen schoonvader. Schoonvader, we hebben contact via computer, zeg maar, via internet. Voilà. Nou, ik vind het in ieder geval leuk dat je het even wil vertellen.
Ja, natuurlijk weten we waar het muziekje van daarnet vandaan kwam. En de orgelman zat naast me en die heeft vast wel zeker wat leuks te vertellen. Ja, ik ben familie van een beroemde orgelfamilie. Een orgelfamilie, vertel. Familie Mink uit Leiden. Familie Mink uit Leiden, is dat bekend? Ja, ze staan in de Haarlemmerstraat, in Oestgeest, Wassenaar, overal bijna. Hoeveel, steeds met dezelfde draaiorgel of hebben jullie meer draaiorgels? Deze is voor mij en ik heb er nog één thuis staan en de andere staat in het pakhuis. Kijk, is het nou een beetje rendabel in deze tijd, die crisis? Mwah, zijn veel zeurpieten, maar als je gewoon ja, gezellig doen altijd. Het is wel gezellig als je hier de hele dag staat. Maak je gekke dingen mee, leuke dingen? Ik maak gezellige dingen mee. En soms gaan ze wel zeuren of schelden naar me, maar laat ik gewoon gaan. Ja, moet je gewoon scherten hebben. Maar ik vind het helemaal top dat je het even wou vertellen, vriend. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Hier zo, voor je potje. Dankjewel. Hoppa. En nog weer een heel gezellige dame naast me. Vertel eens, wat heb je wat leuks meegemaakt? Of wat, wil je iets kwijt voor de televisie? Ja, iets kwijt? Nee, ik wil alleen maar hebben eigenlijk. Maar nou, wat ik wel wil zeggen is dat het hier eigenlijk best een heel leuk centrum is. Leuke mensen. Winkeliers doen enorm haar best hier om het gewoon gezellig te houden, draaiende te houden. Af en toe. Je meent het echt, hè? Nee, maar ik meen het serieus, ja. Ja, dat vind ik juist leuk. Nee, maar ik kom hier ook graag. Ik woon hier in de buurt, vlakbij. En ja, we hebben hier dingetjes nodig. Dan ga je hier gezellig heen. Ze hebben hier van alles. Zit een verschrikkelijke goede, lekkere kaasboer op het hoekje. Barry, ik zeg het gewoon, want die vent heeft lekkere spullen. Een hele goede dieren... Nou, kijk maar. Faunaland, hartstikke goed. Goeie nou, supermarkt. Ik moet zeggen, de kimmerlingetjes zijn ook lekker hoor. De kimmerlingetjes, dat is bij papa. Wij noemen hem allemaal vaders en papa. En mijn kind staat daar, hè? Richard. Ja? Ah, Ries is mijn kind. Ja, dat is allemaal niet te geloven. Ik natuurlijk. Nee, ik weet het niet. Wij hebben het altijd. Nou, hartstikke leuk. Gezellige mensen, leuke dingen. Ik zou alleen zo graag willen dat ze het nou eens een beetje op gaan knappen hier. Want het is het absoluut waard. Maak het een beetje gezellig, een beetje van deze tijd. Het is jammer dat het een beetje verouderd is, een beetje gedateerd. Maar andere mensen leggen het niet. Nee, echt niet. We willen allemaal zo graag, dus maak er wat leuks van. Ik vind je positief werk. Ik ga je drie zoenen geven.